veestapel dadelijk al veren. En wij gaan niet meer kiezen. Als er iemand gaat kiezen welke van de twee koeien er naar het slachthuis moet, dan gaat dat de minister worden. Ja, dat is natuurlijk redelijk ferme taal. Ja, we zijn hier vandaag om de minister te laten kiezen welke van de twee zij naar het slachthuis wil hebben. Ik ben zelf boer, ik ben dit jaar boer geworden en nou wordt het maar gewoon onmogelijk gemaakt. Dat kan toch niet? Nee, wat doet dat met je als je daar over nadenkt? Nou, dan word je in en in verdrietig van. Het is niet alleen mijn werk, hè? Het is mijn leven. Ik verwacht helemaal niks meer van alles wat hier in Den Haag rondloopt. Hoe hoog zit de emotie op dit moment bij jou? Ik kan hem niet meer aanwijzen, zo hoog zit hij. Ik ben hier naartoe gekomen omdat ik al een tijd last heb van het beleid van de overheid. Ik ben niet eens met de beslissingen die ze nemen. Als we gewoon mondiaal gaan kijken, zijn we een heel klein landje. En we proberen nu een hele sector kapot te maken. Wat zou nou je boodschap zijn aan de stikstofminister Van der Wal of aan de premier? Ja, de boodschap is denk ik duidelijk. Dat is in de laatste weken, jaren. We zijn natuurlijk uiteindelijk al 3 jaar bezig, bijna 2,5 jaar. En de boodschap is duidelijk. We willen aan alle kanten meebuigen, we willen meedenken, we willen meewerken. Er zijn oneindig veel oplossingen aangedragen. Maar ze hebben de oogkleppen op, ze willen er niks mee doen. En de boodschap is, doe er wat mee. Praat niet tegen ons of over ons, maar met ons. Jongens, laat het merken. Laat jullie merken dat dit beleid van tafel moet. En dat gepraat gaat worden, in eerste plaats met de boeren, met de vissers. Twee gezonde sectoren die ze op dit moment laten barsten. En we gaan strijden, jongens, voor de toekomst van dit. Al deze mensen hier, al die jonge boeren. En we gaan het maken. Ja. Ze gedragen zijn eigen goed, dus dat gaat mooi. Wat zei je? Ze gedragen zijn eigen goed, dus dat gaat mooi. Ja, was er enige onzekerheid over dan? Dat lijkt me ook wel ingrijpend voor die beesten. Ja, maar dat gaat wel, joh. Ja. Maar het is in ieder geval een duidelijk signaal wat je wil afgeven hier, hè? Ja. Ja, de politiek mag zometeen kiezen welke van de tweede weg gaat. Ja. Dat zei jouw collega ook al. Weet je het antwoord eigenlijk al? Want er wordt wel gezegd natuurlijk door de coalitiepartijen, door het kabinet, ja, we willen die doelen gewoon per se halen. Ja, maar dat kan ook op andere manieren. En ga praten met ons als sector, want wij hebben de oplossingen. Binnen 2 maanden kunnen we gewoon door met onze bedrijven en hebben we perspectief, zoals de koning ook gezegd heeft. Dit was het allerbelangrijkste. En die boeren in het land met de acties, het is puur wanhoop. Het is strijd voor ons voortbestaan. En dat voeren wij hier vandaag. Ik zal vandaag plaatsnemen op de publieke tribune, omdat ik ze recht in de ogen aan wil kijken.